deze video gaan wij ons FIFA 23 Team of the Year samenstellen en dat doen we met verschillende challenges. Haalt Messi, Neymar of Mbappé ons team? Reageer alvast jouw favoriete speler onder deze video en wij wensen jou veel kijkplezier. Let's go! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben we een leuke samenwerking met EA Sports FIFA. Yes. Want wij gaan ons FIFA Team of the Year maken. Ja, heel leuk. 100 geselecteerde spelers voor het Team of the Year. En we hebben dus 1 doelman nodig, 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers. Ja. Ook hebben we 1 reservespeler. Het zijn trouwens ook allemaal magneten. En die gaan we hier op het prachtige magneetbord hangen. Aan de hand van challenges. Oké, we hebben 4 challenges. Ja. En de winnaar van elke challenge, die mag het bepalen. En we starten bij de doelman. Let's go. Wat is bun? Weet je nog? Ja, een bouwbak. Bun. Wat is bun? Bun. Bun. Daar staat de vuilbak of de bin. Bin. En je moet proberen scoren in de vuilbak, maar de bal moet het water raken voor die in de bin zit. Oké. Oké, elk 5 pogingen. Bladsteenschaar, wie begint? Ja, bladsteenschaar. En nee, het is geen schaarsteenpapier. Nee. Trouwens, het is België-Nederland. Waarom heb je Nederland aan? Ja, omdat we veel Nederlandse kijkers hebben, speciaal voor jullie. En ze heeft dat gekregen. Oh. Kijk, voilà. Salut. Ik heb dit gekregen van een echte Nederlander. Hier, jij mag beginnen. Oh. 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 Ik mag beginnen. Oké, okay, kom op. Oh. Oh. Oké, oké, oké. Ik ben helemaal het team aan met de bal, dus ik ga sowieso scoren. Oh. Oei. Ja. Sowieso niet. Celine heeft niet begrepen dat ze ook het water moet raken, denk ik. Dat is dat truitje van Nederland. Taalbarrière. Oh-oh. Oh-oh. Oh-oh-oh. Oh, ja. Oh, gaan we daar? Hebben we geen stok voor hier? Ah, lastig. Wacht. We gaan een stok moeten voorzien. Oh, nee. Ja. Alle hulp komt te laat. Voor alle duidelijkheid, het is min 15. Veel wind. Maar we blijven optimistisch. We gaan proberen te scoren. Kom op. Nee, 2 keer hetzelfde. Mocht ik nu scoren, zou ik warm krijgen. Hè? De camera was de hele tijd te lachen. Hè? Wat lach je? Dat we kwamen. Ja, oh, pas, pas. Uh-oh. Uh-oh. Dutch. Ik moet altijd achter de bal lopen. Dus Michiel heeft sowieso voordeel, want ik ben altijd kapot. Kom. Oké. Wow. Dat was echt close. 3e poging, kom op. Oké, die bin is heel klein. Ofwel is die bal heel groot. Dank u. Alsjeblieft. 3e poging. Kom op. Ja. Bye. Het begint een grap te worden, dit. 4 pogingen, 0 goals. Ah, oh, 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 oh. Oh, sorry. Kinderen. Hé, hey, wat doe je dan? Ik ga je helpen, ik ga je helpen. Oh. Yeah. Bijna. Bedankt voor de hulp. Hier moet je scoren. Ja, wil je gewoon weggaan? Dat meen je niet, nu staat ze gewoon op die vrouw. Dat meen je niet. Dat was je laatste poging. Dat was mijn laatste poging, ja, dat weet ik. Nee, hoezo? Die bal wil er gewoon niet in, hè? Na 5 pogingen geen winnaar. Dus we schieten tot iemand scoort. Let's go. Wat is dit? Celine zegt, wat is dit? Maar zij was wel degene die daar stond op die vuilbak. Let's go, Michiel. Deze wordt hem. Wat? Ah, ik ben helemaal nat. Ja, pasje. Oh, cameraman, pas op. Oh, touch. Oh. Poging hashtag 38. Ah. Ah. Allemaal water op mij. Celine is precies in een waterpark. Ja, dat zo was... schuin kan ik die vuilbak ook niet zetten. Dat was super slecht. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Behalve die vuilbak is erachter. Ja, dank u. Mijn hand is gebroken. Met een gebroken hand. Kom op. Ah, die vuilbak stinkt. Nee! Ah.
Dat is nog echt nog niet nog leuk. Nice! Ja! Yeah! Yeah! Let's go! Eindelijk! Ah, oh, die vuilbak stinkt! Happy dance! Céline mag dus de doelman kiezen. Ja. En maar... er zijn heel veel goede doelmannen. Ja, maar ik heb al lang in mijn hoofd wie ik ga kiezen. En ik zie hem hangen. Courtois. Hoezo Courtois? Wat? Hoezo Courtois? Ja. Bounou. Bounou, ja. Okay. De legend van het WK. Die is ook echt een goede keeper, maar Courtois. Ja, Champions Courtois, League Courtois heeft Champions League gewonnen. Ja, dat is die verdient het wel hoor. En trotse Belg. Ja, omdat die Belg is en hij is ook echt heel goed. Mag ik... Nee, onderaan, onderaan. Ik zou van onder naar boven werken. Oké, okay, oké. Okay. Cameraman. De eerste speler van ons team. Courtois. Thibaut Courtois. Mooie keuze. Challenge 2. Iemand rolt de band en je krijgt 2-5 kansen om te scoren. 5 kansen om te scoren. Challenge 2 is het, ja. Het is heel koud, daarom werkt mijn brein niet meer zo goed. Brain freeze. Brain freeze. Kom. Ja, goed rollen, hè. Wat is dit vandaag? Ik ga onder het gras kruipen. Kras kruipen. Onder het gras kruipen. Wat, ja. Onder het gras kruipen. Tijd voor mijn eerste poging. Let's go, die zit erin. En wat? Of niet? En is terug. Als het gewoon niet lukt, moet je het op een andere manier proberen. Doe maar. Dat was slecht gerold. Wat? Wauw. Zo slecht gerold. De moeilijkheidsgraad van deze challenge is wel echt wereldklasse. Dus daarom is het zo moeilijk. We komen dichter. Deze was er al op. Kom op! Ja. Ja. Wow. Oh. Unlucky. Oh. Deze challenge is niet normaal. Maar nu jullie toch tijd hebben, abonneer even. Op ons kanaal, thanks. Nee. Céline heeft een beetje ongeluk. Misschien zit het bij mij mee. Is dat mijn 5e poging al? Ik denk het. Oh nee. Doe maar. Oh. Dat is ook echt ongeluk. Gaan we echt 2 challenges doen met 5 pogingen en 0 keer scoren? Laatste poging. Go. Ja! Yes! Eindelijk! En dat er niet door. Opnieuw tijd voor een shootout. Sorry mensen voor ons niveau vandaag. Maar kijk, wij staan daar ook niet tussen de 100 genomineerden om in het Team of the Year te zitten. En dat heeft zo zijn redenen. Ik zal het maar weer afmaken zoals dat met. Ja. Wauw, grote bom. Mocht je even goed kunnen schieten als hij het kan uitleggen? Ik ga geen 2 challenges op rij verliezen, hè. Kom maar. De bal is nog. Nee! Kan toch niet? Hoe kan dit? Hé, maar jouw schoten zijn slecht! Maar Michiel was echt niet goed bezig. Yeah. Speciaal voor Nederland. Let's go. Ja. Kom op. Wauw, heel goed, heel goed. Deze is voor België. Knip dat er maar uit. Ja! Wow! Viva Hollandia! Let's go! Céline heeft de challenge opnieuw gewonnen. Wat een dag voor mij. Ja, het zat niet mee bij mij. Het zat nee, niet dat is mee. Waar. Maar dat is wel moeilijk. Jij mag dus 4 verdedigers kiezen. De druk ligt nu wel bij jou. Ik ga je totaal niet beïnvloeden. Ik zou rechtsachter kiezen voor Arnold of Hakimi. Maar verder ja, niet luisteren. Ja, maar dat ga ik ook doen. Ah, je ging dat ook ja, doen? Ja, dat ga ik ook doen. En ja, ik vind het wel moeilijk. Maar ik denk dat ik toch voor Hakimi ga. Dus Hakimi, waar ben je? Hier is hij dan. Hakimi. En vallen de rechtsachter. Voilà.
Hey, waarom hang je dat scheef? Dat moet recht hangen. Nu is het tijd voor misschien een van de moeilijkste keuzes. Ja. De twee centrale verdedigers. Er hangen er heel veel. We hebben Marquinhos, ja. Thiago Silva. Maar ik weet al eentje. Ik denk het ook. Er heeft te maken met je truitje. Inderdaad. Van Dijk. Ja, daar hangt hij. Oh, dank u. Ah, hier. Van Dijk mag erbij. Voilà. En dan de tweede centrale verdediger. Van mij mag jij eentje kiezen. Nee, nee, nee. Het is aan jou. Nu, jij hebt de challenge gewonnen. Nu mag jij ook de keuzes maken. Nee, maar ik vind het veel te moeilijk. Ik zie wel Ruben Dias. Dias? Ja. Het kan wel. Militao is ook beest natuurlijk. Ja, maar we hebben veel beesten. Ja. We gaan voor Dias. Anders blijven we treuzelen. Zo. Dias, welkom in het team. Dan onze linksachter. Ja, die weet ik wel. Ik ga voor Theo Hernandez. Waarom? Waarom? Omdat ja, ik vind dat een goede speler. Ja, die is niet normaal snel. Die is echt... Ja, vroeger was die maar nu is die, nu is die echt wereldtop. Ja. Theo Hernandez. Hier is hij dan, met de witte haren. En Robertson? Voilà. Robertson is ook een linksachter. Het is aan mij om te kiezen. Als jij een challenge vindt, dan mag jij kiezen, oké? Okay? Challenge nummer 3. Deze mooie bak gaat op het water. We krijgen elk 5 pogingen. En ja, goed. Voilà. Erin scoren. En het is 2-0 voor Nederland. Oh, bijna. Kobe! Hé, hey, wat doe je? Beetje moeilijker maken. Oh, ja, dat was niet slecht. Dat was niet slecht. Maar kijk, Celine, wacht gewoon tot als die bak hier is. Nee, dat is niet waar. Jawel. Nee, kijk, moet ik aan mij duwen? Neem eerst de bal. Stel je voor als het water valt. Kijk, voilà. Nee. Heeft Celine door dat we een voetbalchallenge aan het doen zijn? Ja, nu is die bak aan het zinken. Alles onder controle! Let's go! Oei. Ja, wauw! Hey, goede boy! Wauw! Ik zat nog in die andere challenge met mijn kracht. Poging 2. Oh, kijk goed die. Ja, die bak komt wel heel dicht nu. Oh! Ik ga scoren. Als je nu mist, hè? Telt die? Ja, die telt! Ja! Maar dat is wel mijn afwerking, hè? Jouw assist. Dus 1-0, okay. 1-0 voor mij, hè? Nee, nee, maar we zijn een team. Jij hebt assist gegeven. Wie heeft hem afgewerkt? Had Celine gezegd dat het elk 5 pogingen zijn? Of zei Celine nu als eerste scoort? Nee, ik zei elk 5, denk ik. Ja? Zeker? Oké, okay, het zijn dus elk 5 pogingen. Dit is de derde. Hoe ver staat hij ook? Wauw. We zijn toch team? Teampje. Dat is Celine, hè. Eerst is de challenge tegen elkaar, dan als ik haar help, zijn we plots een team. Ik ga bij jou lopen. Ah. Oh. Kijk, dat helpt. Het is België en Nederland, hoor. Ieder voor zich. Dat heb ik gehoord. Doe maar. Wat maf. Ah. Nu ligt hij wel redelijk dicht. Oh. Nu niet meer. Wow, ik kom er wel hoor. Ik kom er wel. Even serieus. Deze challenge is wel echt moeilijk. Misschien lijkt hij makkelijk, maar dat is het niet. Ja, maar ik heb al gescoord. Nee, ik heb gescoord. Wat ga je doen? Niks. Michiel sprong zo mee. Vijfde poging. Ja. Ja. Bijna. Bijna. Dankjewel voor de hulp. Jouw laatste poging. Het blijft 1-0 voor België. Wat? Succes. Dank u. Oh. Ik krijg hiervan. Allemaal water op Michiel. Eigenlijk had ik gescoord, nee, maar er is dus discussie. We hebben 11 ballen hier liggen. Ik zou zeggen, ik 6 kansen, jij 5 kansen. Als iemand scoort, wint hij en anders win ik ook gewoon. En waarom jij 6 en ik 5? Heel eerlijk, elk op de beurt, jij begint. Go! Oei, oei, oei. Nee, elk op de beurt! Oei. Wacht, die bak moet iets dichter. Nee. Jawel. Nee. Ik krijg 6 ballen. Ja, mijn beurt. Nee, mijn beurt. Ah. Oei. Oh! Ja! Zo! Proficiat!
Wat, we hebben nog 5 kansen, wacht. Oh, dat meen je niet, dat meen je niet. Kom hier. Voilà. En Celine krijgt met deze nog een kans. Hebben we allemaal evenveel kans. Daar gaat ze. Oh, oh. Lucky ball. Lucky ball. Lucky ball. Nee, oh, dat meen je niet. Die bal is gek. Was... Jij mag hem er nu gaan uithalen. Wauw, dit is een magical ball. Oei. Oei, oei, oei. Oh. Oh. Oei. Oei. Dat daar. Oh. Oh. Laatste kans. Oh. Conclusie. We hebben allebei gescoord. We gaan samen kiezen. Oh. We zullen samen kiezen. Teampie. En het resultaat van het zwembad. Ballen rapen. Ga jij erin? Doe maar. Spring maar. Het middenveld. Ja. 3 spelers. De Bruyne. De Bruyne is wel een De soort Bruyne. Van zekerheid. Je hoort erbij. Zo. Mooi. Kevin De Bruyne. En hij lacht zo mooi, hè? Hij is blij dat hij hier als team mag zitten. Valverde, die ook echt top is, maar is die meer rechtsbuiten dan middenveld? Ik zou nu twijfelen tussen... We mogen samen kiezen, hè? Ja. Tussen ofwel Bellingham, ofwel Modric, Casemiro. We hebben nog 2 plaatsen voor deze, deze en deze. Ja. Sowieso Modric. Ja, toch? Oké, doe maar Modric. Ja, doe maar Modric. Modric. Ja. Als iemand tegen dit team speelt, gaan ze wel afzien, denk ik. Dat denk ik ook. En nu hebben we nog Casemiro of Bellingham. We gaan dat toch voor het jong talent, denk ik. Jong talent? Ja. Casemiro is ook nog jong, hè, maar die is jonger. Ja, oké. Ja. Voilà. Welkom. Dit is onze opstelling tot nu toe. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan denken, dus laat zeker jullie mening weten in de reacties. Ja. En nu is het tijd voor de laatste challenge en gaan we dus voor 3 aanvallers. En wil jij zelf jouw Team of the Year samenstellen, dan kan dat via de link in de beschrijving. Veel succes. Tijd voor de 4e en laatste challenge. Celine is ook gegroeid. We starten hier. Voetgolf, pas eens op, pas eens op. We starten hier. We moeten eerst de rode gymbal raken. Dan moet de bal het water raken. Daarna moet je daar de schop of de spade, whatever, raken. En wie als eerste scoort in de band, die we deze ronde elk op de beurt de bal 1 keer raken. Succes. Jij ook veel succes. Ah, zien we nog graag. Nog altijd wel. Maar na deze challenge gaat het meer zijn. Tijdens de challenge is het focus. Face off, face off. Kom, we gaan beginnen. Jij mag beginnen. Veel Dank succes. Dankjewel. Oh, bijna direct op de gymbal. Oké, okay, jij? Oh. Oh, wauw. Oh, ja, we slecht. Liggen gelijk. Ja. De rode bal raken. Ah. Oei, 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 dat meen je niet. Ik ga de rode bal natuurlijk wel raken. Ja. Ja. Nu moet ik dus het water raken en Celine heeft de gymbal nog steeds niet geraakt. Dat is echt erg. Kom op. We moeten het water raken. Ah. Oh, oh. Oh. Ja! Yeah! No look. Ja! Yeah! Nu richt ik de schop. Oh, oh. Ja, oké. Okay. We zijn eruit. We zijn eruit. Ja. Hier is het water. Come on! Als ik nu de schop raak, is het rechtstreeks naar de band. Oh ja, 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 geraakt. Ja. Kom hoor. Nu moet ik richting de schop met links. Ai, ai. Ah, mijn voet vol water. Gewoon één keer raken. Oh. Ik heb hem wel geraakt. Ik lag bijna op de grond. Ah, nu kan ze terugkomen. Mijn schoen zit helemaal vol water. Echt super vies. Maar kijk, ik ga de schop raken. Bijna, bijna. Toch niet? Poging 2. Kom op, hè. Ja, ja, we zijn eruit, we zijn eruit. Maar nu kan je terugkomen, hè. Ja, oké. De schop. Ja, gelukkig. Wel echt gek dat we na al deze rondes gewoon op dezelfde plaats liggen. Team. Oh. Ja, niet slecht. Ah, oh, nee, Celine ligt... Oh. Oké, okay, we liggen echt, echt hetzelfde. Als ik deze score, win ik deze ronde. Hoe kan het? Nee, 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 nee. Please. Dit kan echt niet. Ja! Zo! Die band is echt moeilijk. Oké. Okay. Deze voet terecht in. Ja, hou weg, hou weg. Nee! Ja! Zo! Zo! Eindelijk!
Je krijgt van mij nog één kans. Oké, okay, hier. Oh. Ja, zo. Nee, hij is er nog altijd niet in. Ja. Ja, nu wel. Uh-oh. De pallen zitten vast. Oh, wauw, dat is mooi. Hai. Oh. Probeer ze eruit te schieten. Oké. Okay. Ja, zo. Oké, okay, maar ik mag dus onze aanvallers kiezen. Proficiat. Dank u wel. Alright, de laatste keuze, 3 aanvallers. Ja. 2 van de 3 vind ik 100% zeker. Okay. Geen twijfel over. En dat zijn de 2 protagonisten van de WK-finale. Wat een moeilijk woord, wat dat zegt Michiel. De hoofdrolspelers. Oké, okay, oké. Okay. Kylian Mbappé. Waar is Kylian Mbappé? Hij was ergens hier. Ik had hem ergens gezien. Die is er toch bij, hè? Oh! Daar is Kylian Mbappé. Kylian Mbappé zet ik links. Lionel Messi? Ja, sowieso. Ik denk een Team of the Year dit jaar zonder Messi is geen Team of the Year. Ja. Messi zetten we hier dan? Een beetje lager misschien. Zo. Oh. We hebben ook Lewandowski. Maar Vinicius. Vinicius, ja. Maar er is wel één speler. Real Madrid heeft de Champions League gewonnen. Ja. Hij heeft helaas niet kunnen meedoen aan het WK. Maar ik vind het wel de beste spits ter wereld. Oh, ik weet het wie. Nog beter dan Haaland. Karim! Karim Benzema, hier is hij dan. En dit is de laatste speler van onze basiself. We mogen ook nog 1/12 man kiezen. Eentje. Callebaut. Michiel, is er een kaartje van mij? Laat eens kijken. Oké, dit is wel echt een moeilijke keuze. Kiezen we een aanvaller? Ik denk het wel, hè. We moeten scoren. We gaan niet verdedigend spelen. Ja, aanvallend waren wel de meeste opties. En Neymar, die heeft ook wel echt goed gespeeld. Deze man heeft ook wel echt een goed seizoen. En momenteel op koers om kampioen te worden met Arsenal. Maar Son is ook goed. Salah. Son, Salah, ja. Giroud. Ja. Ook echt een top WK gespeeld. Ja, heel goed. Heel veel keuze. Wie zouden jullie kiezen als 12e man? Laat het weten in de reacties. Maar wij moeten nu ook wel een keuze maken. Omdat hij in de Premier League heel veel records heeft gebroken, in het begin van dit seizoen, kies ik voor Haaland. Haaland, ja, oké. Okay. Als we doelpunten nodig hebben, kan hij ons wel helpen. Als je Haaland op de bank kan zetten, dan heb je een goed team, vind ik. Courtois, Hernandez, Ruben Dias, Van Dijk, Hakimi, Bellingham, Modric, De Bruyne, Mbappé, Benzema, Messi en Haaland op de bank. Wauw. Dit is dus ons Team of the Year van FIFA 23. Laat jouw team weten in de reacties. Hopelijk vond je het een leuke video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!